Welkom bij ADO Praat met vandaag de overwinning op Jong Utrecht. Het overnameproces, hoe zit het daar nou precies mee? We hebben een kijkersvraag en we gaan vooruitblikken op de wedstrijd van aankomende vrijdag. Dan komt Jong AZ op bezoek in Den Haag. En dat alles, dat gebeurt natuurlijk weer vanuit Leo's Koffiehuis met Leo. Ja, ik doe het nog. Je bent er nog steeds. Ja, ik doe het nog. Hersteld weer. Wat dan? Van vorige week. Ah, ja, dat is van elke dag. Nico. Nou ja. In shirt van Kies nou weer. Ja, ja, als je scoort heb ik een man, hè. Ja? Ja, heb je gescoord? Ja, ik doe alles mee, ja. Gaan we het zo over hebben. Ja. En Houser. Ja. Je bent ook weer. Ook weer van de partij. Ja. Ja, mooie tijd ook zo. Wel rustiger, hè, zo zonder Sinterklaas naast je. Ja, nou ja, je kent niet elke week Sinterklaas. Ken niet elke week. Hij is weer in Spanje, hè. Ja, hij is weg. Oh. Goed. Weet je wie die meegenomen hebt, man? In die zak? Niet de cameravrouw. Ons niet. Nee. Zal vast wel een of ander ondeugend meisje geweest zijn, hè Jef? Nee, ze zat niet lekker. Goeie reis, Sinterklaas. We gaan beginnen met iets wat heel veel supporters frustreert. Zo. Ja, en dat is ESPN. De betaalzender waar je de wedstrijd op zou moeten kunnen zien. En ja, ADO is heel vaak eigenlijk niet te zien. Ja, wat wel. De slogan is dan voor de fans, altijd en overal. Ja, en dat, ja, Leo, jij kan het best over vertellen. Het is sowieso zijn tijd verschrikkelijk, dus ook al zenden ze het uit, dan kan ik het thuis kijken. Hier kan ik het zakelijk niet uitzenden, want ik moet om 5 uur dicht. En de wedstrijd is om 8 uur, dus... Maar dat wordt niet uitgezonden, dus je kan sowieso niks uitzenden. Nee, maar dan kan ik thuis nog kijken. Maar kijk je maar dan? Teletext. Ja. Een teletext supporter van mij. Ja, wat moet je dan? Ja, maar moet je naar de radio luisteren. Je hebt naar de radio gehad. ESPN heeft zoveel zenders. Zwart-witte radio. Dan zit je naar Amerika voetbal te kijken, of weet ik voor wat. Kijk, de dames voetbal kijk ik nog wel vrede mee, maar zet gewoon naar Haag uit. Ja. Heel dag zit naar de club te kijken als ik ken. Heel toch? Ja, de frustratie zit hem. Ja, dat zit wel hoog. Meer in dat mensen zeggen, ja, bied dan een stream aan dat mensen het desnoods online kunnen zien. Ja. Nu zie je Club TV van de paar grote clubs. Ja, het is allemaal 0-20 wat je te zien deed. Jullie hebben dus weinig gezien van de wedstrijd? En nou ja, niks. Ik zag alleen de trainer in de afloop. En onze vriend Thomas natuurlijk. Met de interviews, ja. Ja. Ja, goed. Het was in het eerste kwartier vooral ADO dat de klok sloeg. Kiesna met eigenlijk 2 doelen. Ja, daarom heb ik, daarom loop ik. Ja. Als hij scoort, houden we hem al aan, hè? Ja. Kiesna gaat je de Eredivisie inschoppen, let maar op. Ja? Zouden we niet? Ja, maar let maar op. Ja, ik heb meer Thomas, hoor. Mijn vriend Thomas. Ook. Je had ook flinke. Ja, ik weet het niet. Er had wat aan de hand. Er was wat aan de hand. Ja. Hij zat er niet aan Feyenoord verkocht worden, hand in hand. Was niet normaal, hè, die hand? Was een speler van Utrecht op gaan staan. Zij zijn helemaal de sodemieten, want opbrengt gelukkig hebben we geen handbalvereniging, als ze voeten maar niet geblesseerd zijn. Precies, zo is het. Ja, zal wel weer meevallen. En het is een bikkel, hè, jouw vriend? Ja, topper. Thomas Verheid. Die willen we nooit meer kwijt. Thomas, kijk je. Ja, ik vind dit wel terecht, maar we moeten ook die andere teamspelers niet vergeten. Ja, jongens, we doen het wel met het team. Juist. Dus, een elftal, het is een team. Het is een team, het is een vriendenploeg en ik heb het al vaker gezegd. We kunnen wel steeds één iemand eruit lichten, maar ja, ik vind dat een beetje denigerend naar... Ja, het is geen denigerend. Euforie eigenlijk. Die geven we dan te weinig... Ja, dat vind je niet terecht. Nee, we doen het met z'n allen. De sfeer is goed, hè? Dat zie je. Dat bedoel ik. Dat merk je. Ja, ze gaan daarvoor. Ja. En als team, hè? Niet eens, gewoon als team. Nee, maar daarom zeg ik. Maar als je topscorer bent, dan ben je toch altijd... Als je een liedzanger bent van de band, dan sta je ook altijd als eerste in de picture. Oh god, hij gaat niet zingen, hoop ik. Oh god, dan gaat goed, heb ik ook in de band gezongen, man. Ik moet ook knippen. Nou, Jossie Band. Ja, oké. Hier een A. Jossie Band, sorry. Je slaat nog een triangel, Mies. Oh ja! Maar mijn gitaar gaat wel goed. Maar was dat een succes of niet? Of duurde niet lang? Nee, dat duurde niet zo lang. Het was meer Rodi eigenlijk. Rodi? Dan mag je de instrumenten en alles neerzetten. Het podium op. Ik neem nog een spa blauw met ijs. Oh ja, lekker. Denk uit de slot. Goed, nou, op sportief gebied gaat het dus ADO voor de wind. Prima, ja. Laten we hopen dat de komende 2 wedstrijden ook nog gewonnen worden. Het zou een ongekende reeks zijn. Ja, en dan ga je ook lekker de winterstop in. Er is nog wel natuurlijk wat aan de hand rondom ADO. Het overnameproces. Nog niks is eigenlijk zeker, hè. Bolt zou dan de nieuwe eigenaar zijn, maar daar weet de huidige eigenaar niet zoveel van. En die wil dat ook helemaal niet. UVS, die zegt wij hebben een andere kandidaat. En dat is de groep Lentzen Jol.
Maar als ik eigenaar ben van mijn auto en ik wil mijn auto verkopen, dan ga ik toch bepalen voor welke prijs aan wie ik mijn auto ga verkopen. Of gaan andere mensen dat van mij bepalen? Ja. Ik denk het niet. Dus jij begrijpt de Chinezen wel? Aan de ene kant wel, ja. Ja. Aan de andere kant, de tijd heeft een beetje gewonnen. Maar je moet je auto wel betalen. En hun hebben al een x-bedrag gestort, dus ja, daar moet je ook weer blij mee zijn, want anders heb je niks. Ja, als je mijn banden op niet pompt, kan je ook geen proefrit maken. Nee, het is meer ook een intentieverklaring van, kijk, wij willen echt instappen. Wij zijn serieus. Ja. Maar de Chinese eigenaar, die zegt, wij gaan dit aanvechten. Ze hebben ook weer bezwaar gemaakt tegen de uitspraak van de rechter dat ze die 2 miljoen moeten betalen aan ADO. Ja. Dat is al 2 keer gezegd dat ze dat moeten doen. Ze gaan toch weer in hoger beroep. Maar wat willen ze dan? Zullen die 2 miljoen niet betalen? Wat willen ze nou dan? Nou ja, zij hebben een overeenkomst met de groep Lentz en Jol. Zij willen zelf iemand naar voren schuiven en ze willen via de voordeur denk ik naar buiten. En nu lijkt het meer op de achterdeur. Ja, en, al die rechtszaken kosten toch ook een aardig tijdje? Zo. Ja. Of niet? Geld is er sowieso niet. En alle... Ik hoop zo dat het een keertje rondkomt. Ik vind het zo gedoe. Dat is echt een wakkerleg dingetje. Aflevering 16, 15, 16, gaat er weer over. Dat 17. Ja, 17. Ik denk 18, 19, 20 ook. Ja, ik ben niet zo goed met getallen. Nee, dat is Sinterklaas, ik moet even plassen. Ja, volgeluk. Ja, je hoort niks hoor. Zwakke blaas of niet? Nou, heb je niet een kathetertje voor hem? Nee joh, een kathetertje voor hem. Ga wij wel door zo'n kathetertje voor hem. Wat zeg je? Ik weet niet of de camera geluidsvrouw dit fijn vindt, want geluid loopt gewoon door. Ja, dat hebben we nu weer doen. Hij praat zelfs op de wc. Gaat die andere kant. Ja, hij is altijd goed joh. Ja, joh. Goed. Die weet toch wat het gemiddelde wat hier komt. Nou, Leo. We zijn er boven gemiddeld. Hier worden we lekker weggezet. Oh, er komt wat. Sorry voor de interruptie. Maar... Een klein plasje was het. Oh, ja, druppelt nog na. Het loopt langs aan het raadje. Ik denk, als wordt de uitzending te lang. Dat heb ik met wielrennen. Zou je stoppen er ook af en toe langs? Maar die zitten 2 uur op een fiets. Je zit drie minuten op een stoel, Mocho. Dat is heel verschil. Ja, maar ik zit ook elke dag een uur op de fiets. Ja. Maar dan kan je van tevoren te bewegen. Goed. Ik heb alweer gewacht, want ik heb een kijkersvraag. Dankjewel, Pim. We hebben een kijkersvraag. Kijkersvraag. Dat is wel leuk natuurlijk, dat er dus kijkers zijn die een vraag hebben. Stuur hem vooral in als je er een hebt naar pim@denhaagfm.nl. Deze kijkersvraag komt van Pepijn en hij is voor Nico. Heb ik dat, ja? Beste Nico, waar komt die bult op je hoofd eigenlijk vandaan? Omdat hij niet naar de wc gaat. Omdat ik heel belangrijk ben, denk ik. Ja, dat is toch genoeg dat ik heel belangrijk ben? Ja, jullie hebben er geen. Ik heb er waar staat die camera nou op? Nee, maar serieus? Mogen we dat weten? Of is dat, Volgens mij is dat een keer vroeger gebeurd in Tropicana. Dat zwembad. Ja. Daar ging je wildwaterbaan in. En daar kon je dan overheen. Je ging heel vaak met voetballen heen. Dus een kameraad achter me, die pakte dan mijn benen beet. Ja, dan duik je eroverheen. Ja, dan klap je erop. Ik denk het hoor, maar... Ja, ik heb meer theorie. Hadden je ouders niet een te kleine commode gekocht? Volgens mij is het toch... Hij had al zo'n 14 in het wandelwagentje. Ja, dat Sinterklaas die binnenkomt. Nee, maar zal nu weer binnenkomen? Dat is, nou, Pepijn, dan weet je dat ook weer. Wie is Pepijn eigenlijk? Ja, is het Paul van Vliet? Een kijker. Nee. Het theater was het op, Pepijn. Ja, dat hebben we ook in Den Haag. Ja. Ja. Maar dit is een kijker. Die heet Pepijn. Nou, hele goede vraag, Pepijn. Krijg gebult. We zijn uitgeluld. Het is gebeurd in het zwembad. Nou, goed. Nou. Ja, misschien wel. Volgende week. Je weet het niet zeker. We gaan de volgende keer naar een zwembad met water. Ben jij daar wel eens geweest eigenlijk, Tropicana? Dat is in Rotterdam, toch? Ja, dat was daar. Ik ga nu naar 010 in de zwembad leggen. Dat was een zwembad. Dat was een zwembad. Ja, die Den Haag staat, daar hoor ik jou... Ja, dat over. Maar dat willen kijkers ook wel zien. Hierheen. Even daar de camera laten zien. En hierheen. Een hele arm hoor dit. Ja, maar die staat de verkeerde kant uit. Ja. Dat moet je even draaien. Die snavel moet de andere kant op, die kop. Ja. Maar er was Ramon op Scheveningen, dat nogal druk. Dus ik even een ooievaartje zetten. Even snel. Snap het ook hè, Ramon? Ja. Dat is heel oud, hè? Die andere was ook mooi. Hij zegt tegen mij, ik ga een tato zetten, Leo's koffie als Oh ja, dat is ook een mooi verhaal.
Dus ik zeg, nou, dat is goed toch? Ik zeg, maar als je dat doet en je laat hem zien, ik zeg, kan je de hele avond gratis suipen van me. Ik zeg, maakt mij niet uit. Dan al doe je 100 bier, maar brengen we je naar huis, is goed. Ik vind dat, ja, kikker gebaar. Dus hij komt hier, om 5:30 komt hij terug uit Scheveningen, lekker de hele dag in het zonnetje. Hij had al een paar flacons op. Hij zegt, kijk eens, Leo. Ik zeg, nou, moet je een biertje? Dat vooruit er maar. Nou, eentje, hassenaars. Ik maak ze een pirouette voor de deur. Had er weinig profijt van. Ja, ja, nee, nee, maar. Nee, qua gratis bier niet. Maar laat eens zien dan, die Leo's koffiehuis staat toe. Oh ja. Mooi. Zonder spelfout ook. Oh, ja, waar nog een fout maken met Leo? Ja, ja, ja. Ik zeg, maak hem uit. Even normaal, zet ik je even uit. Hey, is wel uniek, hè? Is wel uniek. Ja. Ik denk niet dat er nog iemand is. Nee. Nee, dat is geen tweedehands. Nee. Hey, en die, nou we het toch over tatoeages hebben. In de hele wereld heeft niemand een Leo's koffiehuis Den Haag Holland. Maar nu we het toch over tatoeages hebben, je hebt er toch nog een grote. Om mijn rug. Kun je die niet even laten zien? Ik heb mijn rug op. Ja, nou, ik ben alleen niet meer sopraan al. Moet je even daar, een stukje daarin lopen? Over die camera, denk ik. Kun je het beste laten zien. Moet ik je helpen ook? Maar je hebt, samen, je hebt een buik op je rug. Kom hier, die kan met je dik. Ja, ja, rustig. Opschieten met je dikke buik van je kek. Erop, Dees. Mooi zeg, hé. Die is de lekkerste. Ziet dit er ook appetijtelijk uit? Ja, ze nou, hebben we dat ook weer eens een keer gezien. Doe even, ja. Oh. Geen kaasvet op de rug. Kim Holland doet dat ook al. Oud! Ja, dan hebben we ook nog Holland. Ja, wat? Daar ben ik niet mee. Heb je hem? Dat had ik niet voorzien. Hij is misschien goed. Ik ben terecht gekomen. Ja, nou, Des gaat het nog. Hij, je vraagt Bert, dat is niet voor niks voor je. Goed. We moeten maar doorgaan, denk ik. Oh ja. Gaan we voorspellen? Oh ja, ook nog. Want Jong AZ komt op bezoek in Den Haag. Ja, die gaan nog niet zo goed. Staan 14e, al 9 wedstrijden op rij niet meer gewonnen. Goed zo, AZ. Dus het zou wel weer eens een grote uitslag kunnen worden, maar dat is, daar moet je voorzichtig mee zijn. Wat denk jij? Ja, weet je. Ik zeg, ja, 5-0 werd het 5-1, 4-0 voor werd het 4-1, dan zeg ik 3-0, 3-1. 3-1 dus? Ja, toch maar 3-1, dan geef ik jullie ook een kans. Leo? Ik ben erg sceptisch deze keer, 6-0. Nou, Houser. Ja, die kaasen zijn dat, hè, dat ook maar. Thomas Wert, Sammy Stan. Thomas Sammy is on fire. René van der Kerk. Noem maar 3-0, joh, Kmet. 3-0? Ja, joh. Oké. Okay. Ik zeg 2-0. Nou, zitten we zitten altijd op goede zelden. Ja. Goed, we moeten nog een wedstrijd voorspellen. Want voor de eerstvolgende uitzending die we gaan maken, is er nog een wedstrijd. Gevelingen? Hoe heet het? Nee, dinsdagavond. Ja, lekker visje. Gemert komt op bezoek. Oh ja, Gemert. Derde divisionist. Spelen in de pool met Kwik en Westlandia. Ja. Staan derde. Oh, nou. Maar goed, dat moet toch wel lukken, zou je zeggen, voor ADO. Maar ja, dat is meestal gevaarlijk, als je dat zegt. Nico, ik begin weer bij jou. Gemert! Ja, leg het maar uit. Brabantse nachten zijn lang. Ja, goed. Het is in Den Haag. Ja, gewoon 3-0 zaak. 3-0? Nou ja, ik vind een bekerwedstrijd als je gewoon wint. Al was het 1-0, ik vind het goed. Ben je ronde verder. 1-0 dus. Het interesseert me geen... Geen fluit. Ja, wel Feyenoord uit, hè? 1-0. Het zou zo'n kikker zijn als je verder komt in die beker, jongen. Ik teken voor een bekerfinale, echt. Ja? En wat wordt het dan, ADO Gemert? Op het eindje misschien. Of misschien wel naar verlenging. Nou, doe maar gewoon nee. Nee, joh. 4-2. 4-2? Ja. Natuurlijk twee keer scoren. Gemert gaat ervoor. Klinkt wel oké. Okay. Die komt helemaal uit Brabant natuurlijk. 2-1 zeg ik dan. Hé, dingen, zeker! Den Haag wint de beker! Kijk, nou. Dat zou kikken zeggen, jaren 70. Nou, 75. Henk van Leeuwen. Waren we erbij, Leo? Wij waren erbij. Henk van Leeuwen. Taxi komt er weer aan. Ja, hij komt weer terug. Hij brengt hem terug. Goed, we gaan afsluiten. Tot volgende week. En trouwens, in Doei. Wat wil je nog zeggen? Love you, Desje. Wat wil je zeggen nog? Oh. In 1987, de finale in het Zuiderpark. Oh, mijn. Was mooi. Ja, brandweer hoor ik. Ze waren er zo dichtbij, joh.